Hey mensen, super leuk kijken bij een nieuwe video van mij. Mijn naam is Ruben en vandaag doen we Farming Simulator 19. En dit is de allereerste keer dat ik een video maak van Farming Simulator 19. En jou weet het, ik heb een nieuwe map, dat is Velsbrun. Dat vind ik eerlijk gezegd wel een leuke map. En ik heb op veld 15 is mijn hele boerderij en alles en nog wat. Dus jou weet het, we gaan er even heen. We moeten allemaal dingen nog kopen voor de boerderij en alles. Dus ja, in deze video gaan we voor alle machines kopen, alle trekkers en alles. Dus ja, noem maar op, alles wat je kan kopen, bijna allemaal. Ik heb wat geld geplitst, dus ja, ik heb veel geld nu. Vanwege dat ik veel geld nodig heb. En dan weet ik, ik hoop dat jullie deze video's leuk. Deze video leuk vinden. Ik ga denk ik 1 of 2 video's van Farming Simulator 19 denk ik ga ik van 1 of 2 video's van online doen per week ongeveer denk ik. Ik denk 1 of 2, dat is wel goed denk ik. Dus ik hoop dat jullie deze video leuk vinden. Vergeet dan nog niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden als je dat nog niet hebt gedaan. En vergeet het ook niet op het blauwe duimpje te klikken. Te liken en alles. Als je dat ik nog niet hebt gedaan, dat zou ik super tof vinden. Er komt niemand aan, dat scheelt. Dus kunnen wij rijden. En hier is mijn grote boerderij, zullen we maar zeggen. Dus ja, want ik had een hele grote boerderij wou ik hebben. Vanwege dat dit ook een server wordt waarmee ik soms met kijkers ga spelen, denk ik. Dus ja, dan moet je wel een grote boerderij hebben, nou, daar is hij dan. Ik zet deze allemaal even open alvast. Moet hij wel open gaan natuurlijk. Toen moeten hier allemaal dingen in. Dus ja. Ik heb dit allemaal met dit soort beton gedaan. Als je nog niet weet hoe dat moet, kijk, ik zal het jullie wel laten zien. Je gaat hierheen, dat is nieuw. En dan kan je bijvoorbeeld verhogen, kan je doen, maar ook verlagen. Maar als je nou op L3 klikt, op PlayStation 4 controller, kan je het verven. En dat is niet echt verven of zo, met kleuren. Dan kan je rechts, klik je op paadje naar rechts zetten en dan zie je rechtsonder hetgeen, het grondtype. En dan kan je kiezen wat je wil. En als je mijn grondtype wil, dan moet je, welke is het ook alweer? Oh ja, deze moet je dan pakken en dan heb je dit. Maar bijvoorbeeld als ik dit wil, doe ik dat. Maar als ik het dan weer terug wil hebben, dan doe ik gewoon alleen zo. Hup. En zo. En dan is het zo in één keer klaar. En kijk, ik kan wel even goed rondkijken zo. Ik heb hier ten eerste van die palen met licht. Dus dat is wel handig. Ten tweede heb ik hier, hoe heet dat? Een tankstation, zullen we maar zeggen. Dat is een mot. Een boerderij natuurlijk om op bij te slapen en dat soort dergelijke. Die zag je al, een hele grote silo en 3 van dit soort dingen. Zodat je goed kan bouwen. En ik heb ook een maai voor de oogstmachine. Ik ga zo nog even, ik moet even nog velden kopen, heb ik nog niet. En sommige lichtpalen heb ik soms ergens staan. Voor in de nacht, dan is het tenminste wel licht. Dus ja. En er varen trouwens ook boten en er rijdt de hele tijd een trein rond. En ik heb wel even uitgezet dat ik niet in die trein stap af en toe. Dat is best vervelend. Dus ja. Maar goed. Ik speel dit spel niet zo vaak. Dat heb ik nog niet zo vaak gespeeld, dit spel. Maar nu wel vanwege dat ik steeds video's moet opnemen ervoor natuurlijk. Dus ja. Nou, gooi ik me gelijk wel in, want ik moet toch nog meer trekkers. Dus dan gooi ik die trekker er even gewoon bij. Zo. Oké, deze kan dicht. Nu deze. De Dutch vader. Nog wat. Zo. Die rijdt ook wel lekker, denk ik. Ik heb trouwens ook, die kan je gratis downloaden, staat bij kopen, maar je kan deze gratis downloaden.
Dan moet je gewoon je cd-hoesje pakken. En hoe heet het? Dan pak je hem en daarin zie je een plaatje zitten. Een ding van de download gratis. De New Holland T6 Blue Power. Nou, dat is deze. En er staat bij kopen. Dan denk je van, moet ik er nou voor betalen? Dat hoeft niet bij deze, alleen niet. Hij heeft wel van die kleine buggies van New Holland. En Marimba of zoiets, nog wat. En nog één merk, welk merk? Dat is, dat weet ik niet, maar goed. Deze kan je tenminste gratis downloaden bij de PlayStation Store. Van een Final Fantasy 19 gaan. Ik weet niet precies hoe het werkt, maar goed, dat staat. Hoe heet het? Dat staat in dat boekje dan. Dus ja. Maar goed, deze moet ook even naar de boerderij. Dus die gaat ook zeker naar de boerderij toe. En dan moeten we nog meer dingen kopen ook. Want die zaaimachine is alleen voor katoen en alles. En ik ga straks zeker even een katoenplukker kopen. En dan, weet het, dan moeten we ook nog een veld kopen. Ik denk dat ik te begin met veld 16 of iets. Maar ik wil ook even veld 30 hebben. Voor gras. Want ik weet je wat, ik koop gewoon grasbalen op mijn tijd, joh. Geen zin om ze te halen. De maaien misschien. Dus misschien maak ik dan een klein veldje en dan zaai ik het zelf gras in. Of ik koop gewoon dan later veld 30. Maar goed. Dus ja. En er was, dat zag ik van een andere Blocky Games. Die had een nieuwe map ook. Maar die mod die komt ook binnenkort van voor PlayStation 4 heb ik gehoord. Maar de Fox computer en PC en alles en Windows, weet ik veel wat. Of dat hetzelfde is, weet ik niet. Maar ook daarvoor heb je die mat nu. Maar binnenkort gooit de farm. Wat is dit nou? Mijn mond. Maar binnenkort, hoe heet het? Komt die map in Farming Simulator van Farming Simulator 19 komt die modmap ook voor PlayStation 4 had ik gehoord. Zei iemand. Dus ja, als het goed is komt die binnenkort. Wanneer precies weet ik niet, maar die zei van die komt er nog aan. Dus ja, het zal dan wel. Dus nog zijn we er snel. Het is dus nog een stukje rijden op de map, lijkt het een groot stuk. Maar goed, dus nog zijn we er wel snel. Dus, nou, zijn we weer. Voor de onderste keer maar weer. Het is jammer dat ik geen computer heb, anders had je die full AMI mod kunnen doen. Dan had je alles even midden op de weg achter elkaar gezet en dan full AMI doet. Had het veel makkelijker geweest namelijk. Ik denk dat ik zo ook een case op de mod zo iets ga kopen, denk ik. Dus, maar dat weet ik niet. Ik zie gewoon die trekkers ook ervoor, dat is wel handiger. Nou, dat hebben we ook gedaan. Dat is ook de eerste keer dat ik deze trekker heb gekocht in een map. Dat is trouwens de eerste keer. Ik ben trouwens ook heel benieuwd hoe die rijdt. Hij gaat nog wel goed. Trekt ook best snel op eigenlijk. Nou, inklappen dat ding. Oh ja, ik moet ook even zaadpellets hebben, man. Hand krijgen hoor. Ik bel het weet ik niet. Even naar dit toe. En dan. Planter stond hier tussen. En dan kan ik hier zien welke het is. Oké, ik zie het al. Big bags. En dan hoef ik alleen deze te hebben ervoor. Ik koop er wel twee. Maar moet ik er ook een andere ding voor de voorstof? Of dat niet? Ja. Oh jezus, kost me. Nee. Daar koop ik er één voor, want dat voording dat is kleiner dan die achterste. Dus. En anders kan ik nog extra dingen kopen. Maar goed, dat zien we dan wel weer. Ah, we beginnen met de horse, zie ik al. Ja, met één red ik het denk ik wel. Kijk dan hoe snel dat ding vol gaat. Oh. Ik red het niet met één. Oh. Nou, ja, gordel dat ding. Hupsakee. Zo snel gaat dat ding vol.
Nou, wat had er verder willen vertellen, alsjeblieft? Jeetje man, wat had er verder verteld dat dat ding zo snel vol was? Nou, dan kan ik ook gelijk weer een extra aanhanger kopen om die dingen mee te slepen. Balenaanhangers, en dan zit er hopelijk een ding voor. Bij, ook. Zo'n rechter, ja. Om zo hebben. Hups, oké. En dan koop ik ook gelijk alvast een trekker erbij. Welke wou ik ook alweer? Case Optum wou ik, maar waar staat hij dan? Is toch geen is dit een Case Optum? Misschien Case Optum. Ik ga wel naar merkcase. Kijk of daar wat staat. Merken. En dan moet ik even. Case, zo, een case op te moet ik hebben. Alsjeblieft. Jeez, kost me ook weer bakken met geld, maar goed. Als je wat wil, moet je hier toch wat voor betalen. Nou, ja, hartstikke prachtig uit. Hoe vinden jullie hem, jongens? Hartstikke mooi, top. Zo, nou, een half uur kunnen we eindelijk rijden. Ach, jij, we kunnen weer niet rijden. Wacht maar, laat maar zitten. Moet dit natuurlijk ook hebben. Ik koop deze één tabel even niet verkopen, dan ook gelijk. Straks, hups, kijk, voor die pallets er even op te zetten. Weet je wat? Ik ben nou alleen maar met chaos aan de gang, maar goed, dat maakt me helemaal niks uit. Dan doe ik het gelijk even, want dan kan ik die maar niet toe gelijk weer verkopen. Krijg ik er weer meer geld voor vanwege dat hij weinig uren hebt gemaakt. Krijg je er weer meer geld voor. Krijg de geld houden terug. Zo. Moet er wel uit, anders is mijn benzine weer leeg straks. Voor niks. Nou, werkt het ding. Zo. Oké, okay, toppie. Zeg maar, een rodding. Nou, daar staat hij hoor. Ik hoop dat ik over die pallet heen wel een afzuigding kan doen. Afzuigding, moet je mij horen. Een weet het ding. Aftek dit. Aftekzeil of zoiets, hoe dat ding ook heet. Wat naar het midden schuiven. Nou, kan dat er overheen? Ja? Ja. Dat ding weer in de weg. Rotvorken. Nou, hartstikke prachtig, niet? Top. Heel mooi, staat hij vast. Jeetje, minet ook. Zo'n lelijk ding. Zo goed is Ruben in dit spel. Echt helemaal top gaat het. Nou, zet neer dat ding, man! God, gloeiende god. 10 minuten bezig voor één pallet. Waar gaat dit over? Nou, weg met dat ding. Dat ook al zo netjes vast. Echt helemaal top. Maar goed. Niemand had gezegd dat het netjes moet. Dus dat scheelt. Trouwens, anders zegt niemand dat. Wie zegt het anders? Ik ben de baas over mijn eigen boerderij, dus je, wie zou het anders gezegd hebben? Niemand, maar goed. Alsnog. Zit je dat ding nog neer? Heel goed, stop niet. Die staat in één keer goed. Nou, spanband vast erop. Dan verkoop ik dit rolding ook gelijk trouwens, maar goed.
Kijk dan jongen, dit ding dat geeft niet eens gas. Hoeveel pk heeft dat ding? 2 zeker ofzo. Hoeveel zit het ermee? Of ik ben nou gek aan het worden. Repareren, ook nog repareren. Natuurlijk joh, wat dacht jij? Gek was. Oh, ik heb dat ding niet eens dicht gedaan. Nou, gaan we dan. Let's go. Ik denk dat ik de volgende, hoe heet het, straks nog één zuimachine haal. En dat ik dan de volgende aflevering van deze map, hoe heet het, doe. Hoe zit het? Hoe heet het, broeder? De velden ga kopen, want dan duurt de video jaren. Daar heb ik geen zin in natuurlijk. Dus ik denk dat ik veld 16 als eerst wil kopen. En dan zou ik ook gelijk even wat geld erbij doen. Glitchje. Want dan hoe heet het, schiet het er nog niet op. Ik denk veld 16 of wat, want dat is lekker dichtbij. Aan de overkant gewoon. En ja, misschien veld 8. Of 17 waar ik nu reis of iets. Want als eerst wil ik wel veld 16 hebben. Dat is wel. Dat is het enige wat ik alvast wil. Dus ja, ik breng deze twee dingen even naar de boerderij en dan is het wel goed. Denk ik. Dus. Nee. Nou, dat was de eerste schade op die trein, op deze trekker. Rijdt die trein trouwens ook nog eens een keer? Of hoe zit het ermee? Even kijken. Ik stap even over naar die trein. Even instellen dat ik dat kan. Of staat dat ding? Of staat dat ding dan? Gaan het weer krijgen. Riemini kan het weer niet vinden hoor. Tuurlijk. De trein overstappen. Waar staat dat ding? Staat, kan ik dat? Ach jee, ik ben ook zo blind van. Kijk dat jongen, het staat gewoon daar. Nou, waar rijdt dat ding? Ah, hij rijdt af, het geeft ik nu zie. Al mag ik zitten. Nou. Weg met dat ding. Even opslaan zelf, tuurlijk joh. Nou, zet gelijk uit, want ik hoef niet naar dat ding te. Heb ik geen zak aan. Hij rijdt nu ongeveer bij de zagerij, denk ik, daar zo. Denk ik. Ik heb bijna weer een bord eruit. Gaat weer lekker. Goed. Nou. Weg maar een gekke ding. Blue Power, was leuk om met je te werk te hebben. De route. Als laatste deze nog even weg en dan weet het, is het wel goed voor vandaag geweest, denk ik. Dus dan gaan we. Knipperlicht is al erg fel, jezus. Dit lekker op. Zo, hop, ze zijn er staan allemaal vast. Zo. Het is wel cool dat alles echt, hop, hop, kijk, alles dat beweegt gewoon mee. Dat is wel cool.
Nou, ik rij gewoon omheen, anders wordt het jaren rijden met een slome autootje voor me. Allemaal gek toch ook? Nou, ik hoop dat die trein nou even niet tegenkom. Het zou ook leuk zijn. Vast en zeker weer geen geluk hebben dat ik hem weer niet tegenkom. Maar goed, dat zal wel. Laat maar weer zitten. Waar komt de auto aan precies nu? Ik heb altijd pech in mijn leven. Ga je nog door, meneer? Of hoe zit het? Ik moet wachten op hem, zie je het zo. Ja, rijden maar. Tutut. Heel goed. Even wat harder. Hey, meneer, je wist dat je 50 mocht, hè? Je hoeft hier geen 20 te rijden. Maar goed, dat weet ik maar voor de volgende keer. De groeten. Je zoekt het maar uit. Ik zet deze aanhanger hier gewoon neer, want die kan ik niet achteruit rijden vanwege dat het twee wiel aandrijven of zoiets is. Het rijdt namelijk heel dom achteruit, maar goed. Net als die daarvoor. Maar goed, hoe heet het? Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Oh, wacht even, ik zal even die dingen dicht doen. Even die deuren dicht. Oh, hoe weet het? Dan weet je het wel weer. Nee. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Bij de allereerste keer van Farming Simulator 19. Zo ja, vergeet dan niet een like achter te laten. En te abonneren op mijn kanaal hier beneden als je dat nog niet hebt gedaan. En dan zie ik jullie hopelijk volgende keer weer terug bij een nieuwe video. Later.